Het NKI-AVL lag voor mij zo voor de hand dat ik eigenlijk niet zoveel verder heb hoeven denken. Ik wilde heel erg graag mijn eigen winkeltje runnen. I was very interested in science when I was so certain of 14 years old. Students which are on the crossroad of choosing between a science career and working in a company, I would definitely recommend to make a PhD. Promotie leert je manier van denken aan. En leert je kritisch nadenken, kritisch de juiste vragen stellen. En het leert je om een methode te formuleren om een antwoord te vinden op een lastige vraag. A PhD will even help later on in a company career to climb up the ladder much faster. Het is eigenlijk heel simpel. Als je afstuderen echt leuk vond, ga dan gewoon lekker promoveren. Komt echt wel goed. Die baan in het bedrijfsleven loopt echt niet weg. This is my office here. And you see all different very weird bacteria listed here. Wat de wetenschap mij meer biedt, is denk ik voornamelijk de vrijheid om te doen en laten wat ik zelf wil eigenlijk. Ik wilde heel erg graag mijn eigen winkeltje runnen. En dat merkte ik ook als ik in het bedrijfsleven solliciteerde. Dan kon ik wel een baan aangeboden krijgen, maar die baan gaf me eigenlijk nooit de gelegenheid om mijn eigen clubje op te zetten. En ik ben gewoon minder gemotiveerd om een aandeelhouder gelukkig te maken dan om mijn eigen winkeltje te runnen. En in een bedrijf is natuurlijk altijd het product hetgene wat telt. En in de wetenschap proberen we alles zo diep mogelijk uit te graven. Ik weet niet of je dat een leuk job was, maar... Zoals we hier naar binnen gaan, komen we bij het... Een chemische paradijsje. Mijn carrière is helemaal niet uitgestippeld eigenlijk. In de wetenschap hangt een hoop af van de onderzoeksresultaten die je haalt, denk ik. En dat hangt weer samen met het enthousiasme dat je ervoor hebt, denk ik. Dus. I will stay always with one foot in science. I have moved on a little bit and I'm also trying to define programs and policies for future global space exploration. I work on space missions and on instrumentation. Dit is echt wat ik leuk vind om te doen, in ieder geval op dit moment. En dat, ja, dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen, dat weet ik op dit moment nog niet. Misschien is een klein bedrijfje in de verre toekomst een optie. En dit is het kantoortje. artikelen schrijven, boeken lezen, dat hoort er allemaal bij. This is a laboratory where we do the analysis of extraterrestrial material. And this is a high-performance liquid chromatography. The greatest experience was to work with the students and to build up a program together with students and postdocs to see them graduate, to see them move on to very, very good institutions. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk hier is dat we dus als chemici duidelijk werken aan een doel. We maken een molecuul om dat molecuul vervolgens in te zetten als een hulpmiddel om een bepaalde vraagstelling op te lossen. Het is ploeteren, ploeteren, ploeteren. Het is een proef die mislukt en dan nog 10 keer mislukt. Maar er is altijd een 11e keer dat het wel lukt. En omdat het 10 keer niet lukte, is het een heel erg gaaf moment. You see different cultures. You have cross-cultural experiences all over the world. In particular is astronomy. All the telescopes are actually distributed at the most wonderful places in the world. In Hawaii and in Tenerife and in Chile. So you can travel a lot. Anderzijds ga je over het algemeen eens in de zoveel jaar op sabbatical en blijf je echt dus een aantal maanden op een andere universiteit. Dit is een voorbeeld van een opstelling die we aan het bouwen zijn. En het aardige is dat het in een bunker is. Dus je kan zien, kun je de deur open en dicht doen. En als er iets gebeurt, dan knalt dat naar een plek waar niemand staat. NWO was in zoverre belangrijk dat die een aantal van mijn ideeën hebben gefinancierd. En dat werkt als een soort katapult om ook carrière te maken binnen de universiteit. Ik
heb een Veni-beurs gehad. Momenteel heb ik een Vidi-beurs. En verder worden gefinancierd door wat andere programma's vanuit NWO. Dus die rol is heel groot. With the help of my vernieuwingsimpuls, I could actually attract other grants. And I think with a budget of approximately 1.5 million over 5 years, I could conduct this program. We published more than 100 publications in that period. We contributed to many space missions. We made exciting discoveries. This is a rather precious sample from the Museum Naturel in Paris. And this is really out of space. Okay, so this was my secret cup. I think a scientist has always to be enthusiastic and enjoy what he's doing, because you need this creativity in order to go further and have ideas and discover new things. De wetenschap is erg competitief, dus je moet altijd boven het maaiveld uitzien te steken en vooral niet bang zijn om dingen anders te doen dan andere mensen. Hier komen we in de screening faciliteit. Hier worden RNAi en small molecule screens gedaan. Je moet de hele tijd, als je een idee hebt, moet je dat ook zien te verkopen aan andere mensen, dat ze jou geld willen geven daarvoor. Je moet goed college kunnen geven. Als je resultaten hebt geboekt, dan moet je die zo goed opschrijven dat andere mensen dat duidelijk kunnen lezen. Dus je moet communicatief heel sterk zijn. En ik denk dat het ook niet goed is om al te veel te kijken wat je buurman doet. Dus uniek zijn is erg belangrijk. And you need, of course, to be perseverant. You need to be able to face challenges and overcome them when things are not going so perfectly. And a combination of that will make students successful and happy, I would say.